De Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS, gelooft dat Pasen ervoor zorgt dat mensen in hun geloofsleven steeds sterker moeten worden. Pasen is de verrijzenis van Jezus Christus, die aangeeft dat hij de dood heeft overwonnen. Prezes van de EBGS, Ronaldo Galant, zegt dat Pasen elk jaar weer een boodschap van hoop brengt. Vooral in de situatie waarin we nu als land verkeren, krijgen mensen met Pasen weer hoop dat de toekomst er beter uit zal zien. Galant meent dat er een tijd van lijden is, maar ook een tijd van heerlijkheid. Dat die verrezen is, ook geldt dat het volk zal verrezen uit de situatie waarin we verkeren. En dat, is een, dat moet zeker blijven klinken door heel Suriname heen. Dat de Heer is verrezen, de Heer is opgestaan en hij leeft. En, dat een, en als hij leeft, heeft hij de dood overwonnen. Dus de dood heeft niet meer het laatste woord. Maar het leven. Voor het persoonlijke is het, hoe ervaar je de situatie in het land? Wat zegt het jou? Maar tegelijkertijd denk je ook aan, gelijk aan, wat heeft de Heer ons gezegd daarover? Dat zijn lijden ook ons lijden zal zijn. En daar praat ik dan niet over dat we ons erin moeten berusten, omdat de Heer Jezus geleden heeft. Maar je bent er eigenlijk al op voorbereid dat het lijden ook jouw deel zal zijn. En dat maakt het dan het lijden makkelijker of lichter. Omdat je weet van, als de Heer heeft geleden en hij is verrezen, dan geldt het ook voor jou. Prezes Galant benadrukt dat wat we als land nu meemaken ons hoop moet geven dat het een keer goed komt met Suriname. Hij roept daarom een ieder op om de boodschap van Pasen met elkaar te delen. Maar vooral in liefde. In liefde, laten we die liefde uitdelen die we ook meekrijgen met dit paasboodschap. Want Christus heeft in liefde, heeft hij dit voor ons gedaan. In liefde is hij voor ons gestorven. In liefde is hij weer opgestaan. Speciaal voor ons, omdat wij mogen, ook mogen leven. Zodat hetgeen hij heeft meegemaakt, ook ons te wachten staat. Dat is de opstanding. En van daaruit wil ik het Surinaamse volk zeggen, er is hoop. Er is hoop voor de toekomst. Als Christus is opgestaan, zo zullen wij ook opstaan. Als Christus door het lijden heen is gekomen, zo zullen wij ook als volk door dit lijden, die we nu ook erdoor gaan en opstaan. Het volk zal verrijzen.